Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Oefenen met Astrid. Vandaag gaan we het heel even hebben over de toon D. Vorige keer heb je de toon C geleerd, die ging zo. En de D is, lijkt heel veel op de toon C, alleen dan zonder je duim. Dus dan hou je alleen 2 over. 0, 2 is de C en alleen 2 is de D. De oefening die ik je ga geven is deze. Luister goed. Doe nog een keer. Ik zal het even van de zijkant laten zien. Kun je dan ook sneller gaan spelen. En je kunt het natuurlijk ook weer naar beneden spelen. Ik doe hem nog een keertje voor en dan kun je hem in stukjes nadoen. Duim. En grotere stukjes. En in zijn geheel. Veel, oefen het vaak, liefst elke dag. Train jezelf erbij, train je vingers. En succes ermee en veel plezier en tot de volgende keer. Oh.